Hallo mensen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag geen serie-achtig iets, gewoon een lekker potje Call of Duty. Black Ops 2, gun game, je weet het. Ik ben hier de pro in en Dieter is de king. Zo zit het ongeveer. Dieter is het trouwens ook. Ja, ongeveer wel, bijna. Huppakee. Ja, ongeveer. Voor mij heb ik nu drie keer dezelfde vent gekild. En dat is ik en ik ga kamperen. Oh. Café is het chill van dichtbij en een beetje afstandje. No-go. En ik dacht heel erg wachten. Als ik in deze map is. Pak ouwe. Ik heb het wel. Ja la 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 la. Ik ga peace mode. Deze map is echt zo klote, man. Wat? Hoe ver is het weg? Hij is toch vet ver weg? What the fuck? Ja, weet ik. Godverdomme. Klootzak! Ja. No, ik ga nu opeens de hele tijd achter elkaar dood. Ja, kom op. Zijn dit voor spawns? Wat met je noob, hè? Ik spawn tegen mensen aan en zo. Okay. Weet je wat wel mooi is aan zo'n laag level zijn? Dus jij komt best veel noobs tegen. Voor mij is er ook gewoon. Op Black Ops 2 hoe hoog level, hoe goed je bent, hoe dat soort tegenstanders tegenkomt. Ja, ja. Alleen daar merkt niemand het of zo. Beetje wel. Want ik kom. Alleen mijn noobs. Komt alleen mijn noobs tegen Black Ops 2, dat is gewoon. En geacht welk level. Alleen mijn noobs. Kom op, ik sta er nu gewoon achter je. Oh shit. Ik ga zo'n goede start. Ik hou je daar wel hard hoor. Ja, dat klopt, zeker. Dat klopt helemaal. Weer een double kill. Good roll. Nou, daar zit ik weer hoor op mijn oude trouwe spot. Kom maar. Oh, hij zegt. Hij loopt gewoon weg. Het is zielpiet. Ben ik er nu wel voor? Ja, 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 ja. Dus, rustig aan. Hey. Ik had short range en dan heb ik een hitmarker. Oh, ik had one shot, one kill met de SVU was. Ja, ik had het vorige potje, het incom potje, had ik een headshot no scope met de SVU was. Hashtag Beast Mode heet dat, oh my god. Die Ballista is zo kut, hè. Nee, dit is iemand anders. Ik heb ingehaald, jongens. Hou op, ik er voorbij. En de Back Fever, nog iets. Ah, kom op, Ballista! Fuck! Ja, die lijkt echt een steek. Dat was zo slecht! Oh, die was mooi kill. Oh, jezus. Ik schoot dat alles mis. En nu heb ik een hitmaker. En nu ga ik dood. Ah, kom op! Kom op, ik wil winnen. Yes. Nee. Ja, zo. Iedereen rent mij weg. Oh, deze is mooi, deze is goed dat je net opnemen bent, want deze is echt mooi. Let op die skills. Kijk. Ik denk, waar is iemand? Ik loop hier, kijk even rechts. Nou, niemand. Ik denk, oh, hier links zit iemand. Wow.
Dik bitch. Nou, positief ga ik nog. Goeie, dat gaat. Nou mensen, we gaan nog een potje zoeken, dus tot zo. Doei. Nou mensen, daar zijn we weer bij Hijacked Gun Game, bla bla bla. Gun Game. Ben nog steeds met Tieten, jammer genoeg. Spijt me. Ik kan niemand beters vinden, maar we moeten het maar doen met de riemen. We moeten varen met de riemen die je krijgt. You have exit inventory. Hey joh. Hey joh. Maar ik en Tieten die zaten net voor de opname, zaten we in een geweldig potje. En kwam iemand tegen en dat was super gezellig. Niet leg jij het maar uit. Ja, leg het maar mooi uit. Nou, het was een jaren fanboy. En dat zegt al genoeg natuurlijk, maar Dat hou even terzijde dat dat genoeg zegt. En ik dacht al, oh, dat is een jaren fanboy, eventjes een gamepje. En we doen nooit even gezellig gamepje, even te praten. Nou, hij begon zich wel uit te schelden en hij heeft mij ongeveer 4000 keer prut genoemd. En ik was een prut, want ik kon niks van Call of Duty en hij komt heel goed en hij was beter in Call of Duty en dat soort dingen. Dat was eigenlijk een beetje, ja. Maar hij was zelf de grootste prut. En hij had niet veel nuttig te zeggen. Michael heeft het opgenomen, dus hij zal vast wel een klein stukje uit het fragment in deze video plakken. Ja. Nu ik het heb gezegd, ja, ja, ja. Michael. Ja, is goed. Oh, nou. Heb ik dat het mooiste stukken. Ik ben dat gelachen. Oh ja. Want hij had ook een hele, squad bij zich. Hij zei wat. Hij zei de modder tegen mij. En vervolgens begon het hele squad achter hem te lachen. Zo mooi. Hij zat toch. Hij toen met 20 staat op 1 Xbox of zoiets. Dus. Dat was grappig. Nou, dat was wel een super geweldig verhaal. Dat is onze ervaring met jaren fanboys. Ja, de fanboys die Xbox spelen dan, hè? Wat een goed idee. Ja, misschien zijn de PlayStation Jara fanboys beter. Op erger. Nee, maar het was ook gewoon, we kwamen die sessie in en gelijk begon hij te zeiken op ons. Ja, nee, ik zei, hey, Jara fanboy, en toen, toen hoorde ik. Ja, Jara Army, hè? Ja, echt grappig. Bottle is geld terecht. En campen natuurlijk, want dat mag ik van op een godje rassie. Ja, maar er zijn. De regels zijn er om te breken. Van op een godje rassie mag je niet campen. En daar begint zijn hele crew maar wel te campen. Hele army. Ja, de army. Die bezit ook zoiets, echt. Ja, ik ben van plan om helemaal de bom army te starten. Ik kan lid worden voor 30 euro. Jouw clan tag wordt Almea. Ja, dat kan best. Wat? Kom op, mijn wapen is gewoon daar. Zo. Maar ja, dat zijn onze geweldige momenten. Op Xbox. Soms heb je dat van dat soort mensen, daar kunnen we ook weinig aan doen. Ja. Dat is wel leuk op zulke mensen. Oh, no scope! Oh, laat mij winnen. Ik, ik ga mensen nijven. Kom nijven. Dat is grappig. Oké. Dus die andere, als die andere ook al wat meegegeven gaan we. Ik, maar niet nu stiekem doen, want ik kan net makkelijk iemand neergeven, maar ik ging nijven. Ja. Ah, fuck, ik ben dood. Kom, we gaan nu wel gewoon video's die andere. Oké. Daar gaat ie. Je stond zeker tegenover een AFK-persoon of zo. Zo ben jij. We zullen zien. Ja hoor. Nou. Verdiende win hoor, Dieter. Je verdiende het. Maar mensen, dat was deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie wel weer bij een volgende video. De mazel.